Hallo allemaal, welkom bij deze instructievideo. Deze video is voor deel 10 van Rosetta. In deel 10 gaan we het paneel dat we vorige week begonnen zijn, in deel 9, die gaan we dus afmaken. De Rosetta is de Scheepjeskal 2019 en is ontworpen door Tatjana van Lillebjorn Crochet. Voor deel 10 ga ik je ook weer iedere rij laten zien, maar er zijn stiekem best wel wat herhalingen, vooral hier dit stuk hier. Dat zijn allemaal herhalingen van rijen die we eerder hebben gedaan. Dus ik zal je ook telkens zeggen welke rij je moet herhalen. Maar gebruik ook vooral het geschreven patroon bij dit deel, dat maakt het misschien net wat makkelijker. Ik neem je dus stap voor stap door de rijen van deel 10. Ik wil je bedanken voor het kijken, ik hoop dat het een nuttige video voor je is. Rij 22. We gaan weer een rij vaste haken. We beginnen met 1 losse. En op de eerste 7 steken haken we een vaste. Dus 1. Steek 2. Neem je draad B weer naar boven. Of C als je color crafter hebt. 3. 4. De 7. En nu wisselen we van kleur. Zo, draad B of C. 4 vaste gaan we haken in kleur B. 1, 2, 3. Dus 4. En we wisselen weer naar draad A. Zo. We gaan nu de herhaling beginnen. We gaan 8 vaste haken, dan een dubbel stokje om de popcorn en dan weer 8 vaste en dan hier 5 vaste in kleur B. Dat gaan we doen. Dus we beginnen met 8 vaste. Dus 1, 2, 3. 7. Dit is nummer 8. En dan wisselen we naar draad B of C. We gaan nu 1 relief dubbel stokje om de popcorn maken. Dus 2 keer omslaan. En dan om de popcorn. Dus echt hier naar voren. Zeg maar ook zo om de popcorn heen. Dus je steekt er eigenlijk een beetje achterlangs eigenlijk. Zo, achterlangs. Dan haal je de lus naar jouw kant. En dan 2 keer afnemen, 2 keer afnemen. Er zitten nu nog 2 lussen op je naald. En nu wisselen we weer naar draad A. Dus het is ook echt alleen maar deze ene steek in kleur B of C. We gaan 1 steek aan de achterkant overslaan. En meteen in de volgende steek haken we een vaste. Zo, dus dan heb je gewoon dit ene steekje hier gemaakt in kleur B. Dus 1, moet er nog een paar. 1, 2, 6, 7, dit is 8, je wisselt naar draad B of C en we haken 5 vaste. 5, en dan wisselen we weer terug. Zo. Dit is je herhaling. Doe dit nu nog 8 keer. Op die laatste herhaling heb je hier natuurlijk geen 5 steken, maar weer 4. Want net het laatste beentje aan de andere kant maar 4
vaste heeft in kleur B. En dan in je laatste stukje zijn er nog 7 vaste aan de andere kant. Maar dat wijst zich vanzelf. Dus dit haakje nog 8 keer. En laat je gewoon even de laatste stukje zien aan de andere kant. Dit is het laatste stukje van de toer. Hier is de laatste herhaling. Dus dat is deze. En je ziet dat je hier dus slechts 4 vaste haakt en niet 5. En dan eindig je deze rij met 7 vaste en kleur A. Rij 23. We beginnen met 2 losse. Dan gaan we 7 stokjes haken op de eerste steken. Deze rij is eigenlijk hetzelfde als een rij dat we ook in deel 9 hebben gehaakt. Maar ik laat hem hier gewoon nog een keer zien. Zodat je hem hier in deel 10 ook gewoon hebt. Dus 2. Dit is 3. 5, 6 en hier is de laatste, dus nummer 7. En nu gaan we van kleur wisselen naar kleur B en kleur C als je een Color Crafter pakket hebt. Je hebt hier 4 steken op alle 4 één stokje. 4 keer 1 stokje. 1, 2, 3. En dit hier. 4. En we wisselen naar draad B. Of sorry, A. Van B wisselen we terug. Nu gaan de herhaling beginnen. Je gaat 17 stokjes haken in draad A en dan 5 stokjes in draad B. 17 en 5, dat is de herhaling. En dit is dus hetzelfde als een voorgaande toer. Of rij, moet ik beter zeggen. Dus 1 stokje. Dus 2 is, je haakt er 17. Maak even een sprong in de video. Ik heb er nu 3. Ik ga even door tot ik hier ben. Ik heb 16 stokjes gehaakt. Nog 1 steekje over hier. Dus hier haak ik het laatste stokje. En dan wisselen we weer naar draad B of C. 5 stokjes hier in draad B. Of C. 1. 2. 3. 4. En 5. En dan wisselen we weer naar draad B. Sorry, A. Dat is draad A. Dit stukje hier herhaal je nu tot het einde. Telkens 17 stokjes en dan 5 stokjes in kleur B. Op het einde heb je niet 5 maar 4 en nog 7 stokjes tot op de punten. Dus het is gespiegeld aan de andere kant. Dan is dit de andere kant van je rij. Hier zijn 17 stokjes in draad A. Dan 4 in draad B. En dan eindig je met 7 weer in draad A. Rij 24. Deze rij gaan we weer popcorns haken. En hier gebeurt er ook best wel wat. Dus ik zal proberen om het rustig voor te doen. We beginnen met 1 losse. Dus je hebt ook de goede kant van je werk naar je toe. En op de eerste 7 steken een vaste. Nou, dit is gelukkig nog niet zo spannend. Het is gewoon 7 vaste. 1, 2 en dan nemen we de tweede kleur weer mee. Dat is bij mij draad B. Als je een Color Crafter hebt, is dat draad C. Nog 2 vaste.
is de laatste, is nummer 7. En nu wisselen we naar de andere draad, draad B of C. De volgende 4 steken een vaste in draad B of C. Is nummer 4 en nu wisselen we weer naar draad A. Zo, maar nu begint ook de herhaling. Nou, wat we gaan doen, we beginnen met 6 vaste, dan wisselen we van kleur een popcorn, wisselen we van kleur 1 vaste, wisselen we een relief dubbelstokje, wissel 1 vaste, wissel popcorn 1 wissel en 6 vaste. Klinkt heel erg, maar dat gaan we gewoon heel rustig doen. 6 vaste in kleur A. 1, 2, 3, 4, 5, is nummer 6. En nu wisselen we naar draad B. Even openmaken, even kan laten zien wat we nu gaan doen. We gaan nu een popcorn haken met draad B. En we gaan het 2 rijen terug haken, dus dat is hier om die rij met die stokjes. En waar gaan we het haken? Hier is de relief dubbelsteek. En de steek die daarin zit, dat is deze. Oep, dat is deze. En van deze positie gaan we nu 4 steken terug haken. Tellen. Dus 1, 2, 3, 4. Deze steek. Ziet, hier is de relief, dit is de steek in de reliefsteek. En dan de 4e steek ervoor. Dat is dus deze. Hier gaan we de popcorn omhaken. En dat gaan we ook weer zo gemodificeerd doen. Dus eerst een dubbelstokje om deze steek. En dan nog 4 dubbelstokjes in de voet van die steek. In deze steek hier. Dus 4 steken voor steek dat in het relief steekje zit. Nou, ik pak mijn draad vast. 2 keer omslaan. Hier is het relief steekje. Dan 1, 2, 3, 4 ervoor. Nu moet je echt je werk wel een beetje vouwen. Je moet echt een beetje terug. Ga je eigenlijk een relief dubbelstokje haken. Dat is de eerste steek van de popcorn. En de volgende 4 zijn dan hier in de voet van deze steek. Dus 2 keer omslaan. Dus hier in de voet van de steek. En je werk trekt nu gewoon een beetje krom. Omdat je eigenlijk, je werkt nu terug. Dus dan vouwt alles een beetje om. Maar straks als je dan in de volgende rij weer teruggewerkt hebt, dan ligt het allemaal weer mooi plat. 1, 2, 3. Hoeveel heb ik er nu gehaakt? Kijk, ik heb er nu 3 gehaakt. Ik moet er 4 hier in de voet van de steek haken. Dus dit is nummer 4. Zo. Deze lus weer openmaken. Net zoals voor een normale popcorn. Beetje helemaal terug naar het begin. De eerste steek haalt de werklus op en die trek je door de eerste steek. En je ziet nu, je popcorn zit ook echt een beetje scheef. Dat hoort ook zo. 1 losse, en die losse gebruiken we om van kleur te wisselen. Ik ga het even zo omdoen. Een steekje hier achterover slaan en dan 1 vaste haken in draad A. Dus we slaan 1 steekje over. Je ziet daar die steek die ik oversla, de ene. En de volgende steek haken we 1 vaste. En ook echt alleen maar deze ene. Dus dat betekent dat ik meteen weer kan terugwisselen naar draad B.
Nu een relief dubbelstokje om relief dubbelstokje van twee toeren terug, of drie toeren terug zelfs. Twee keer omslaan om het relief dubbelstokje heen. En ook alleen maar deze ene steek, dus we gaan weer meteen wisselen naar draad A. En 1 vaste in draad A. We slaan 1 steekje over. Zie die aan de achterkant, we slaan 1 steekje over. En meteen in de volgende steek 1 vaste. En we wisselen weer terug naar draad B. Nu haken we weer een popcorn. We gaan weer zo'n popcorn haken aan deze kant. Nou, waar moeten we deze maken? Hier is het relief dubbelstokje van twee toeren terug. En net hier, en hij zit er nu precies onder als het goed is. Daar zit het steekje die erin zit. Nou, hij zit hier precies onder. Dan tellen we de vierde steek voorwaarts. Dus 1, 2, 3, 4. Dus de vierde steek naar voren. Hier omheen haken we nu de popcorn. En deze gaat ook weer zo gekanteld liggen. Dus ik pak even mijn lus op. Twee keer omslaan. Nou, deze zit dus precies verstopt hierachter. Dus precies hierachter. Dus ik kan gewoon 1, 2, 3, 4. Dit is de vierde steek. En een eigenlijk, dit is gewoon een relief dubbelstokje. En nu in de voet van deze steek nog 4 dubbelstokjes. 1. Dus 2. Dus 3. En 4. Maak het lusje open. Kom terug naar de eerste steek. Haak het lusje weer op. Trek door de eerste steek. En 1 losse. En die 1 losse gebruiken we om van kleur te wisselen. Nou, het lijkt nu nog een beetje wankel. Maar als je straks de volgende rij hebt gehaakt, dan zet je dit eigenlijk weer een beetje vast. 1 steekje aan de achterkant overslaan. Je ziet, we slaan weer 1 steekje over. En nu gaan we 6 vaste haken. 1, 2, 3, 4, 5. Dus nummer 6. En we wisselen weer naar draad A. Zo, ik heb even een knoop. En we wisselen naar draad B. Je hebt nu het ergste gehad. Want hier zijn het gewoon 5 vaste. 1, 2, 3, 4. Dat is nummer 5. En je wisselt weer naar draad A. En dat is de hele herhaling. Dat is best wel een stuk. Zo ook vooral met die popcorns. Best wel een beetje. Ja, er gebeurt gewoon veel hier. En dat is allemaal vrij kort op elkaar. Dus gewoon rustig steekje voor steekje haken. Dit doe je dus nog 8 keer in totaal. Maar bij de laatste herhaling heb je niet 5 vaste, maar slechts 4. Hier in draad D. Dus dat is eigenlijk hetzelfde als dit stukje aan de andere kant. En dan eindig je deze rij met 7 vaste aan de andere kant. Op het einde van deze rij, de laatste herhaling, heb je hier dan gewoon 4 vaste in draad B of C in plaats van 5. Dus dat is het enige verschil. De rest van de herhaling is gewoon hetzelfde. Je ziet hier weer de popcorn zitten. En je sluit af met 7 vaste in draad A. Dat zijn je laatste 7 steken.
Als je een Color Crafter pakket hebt, knip je nu de kleur C af. Deze zeg maar. Als je een Art Try pakket hebt, gewoon laten zitten. Maar we gaan allemaal verder in de volgende tour met kleur B. Rij 25 is een herhaling van rij 23. Dan ga je weer zo'n rij met stokjes haken. Dus herhaal je rij 23 met de achterkant van je werk naar je toe. Als je dan van de voorkant kijkt hoe het eruit ziet, zal ik het even omdraaien. Hier zie je dan, het zijn dus de stokjes die je net in deze in rij 25 hebt gehaakt. Dus het lijkt net of je een klein gezichtje hebt zitten. Dus een rij stokjes in een herhaling van rij 23. Rij 26. Je hebt de goede kant van je werk naar je toe. Begin met 1 losse en op de eerste 7 steken een vaste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nummer 7. En dan wisselen we naar draad A. Oh, sorry, B. Wisselen naar draad B. De volgende 4 steken een vaste. 1, 2, 3, 4 vaste. Dan wisselen we weer terug naar draad A. En nu gaan we ook de herhaling beginnen. We haken 8 vaste, dan gaan we een relief dubbel stokje haken en dan weer 8 vaste. Dus 8 vaste in draad A. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier is de laatste, dus 8. Nu gaan we wisselen naar draad B. Je hebt nu draad B op je naald, ongeacht welk pakket je hebt. We haken een relief dubbel stokje voorlangs om dit steekje hier van 2 toeren terug. Dus 2 keer omslaan. Onder het steekje langs. Ophalen. 2 keer af. 2 keer af. En nu gaan we meteen weer terug naar draad A. Echt alleen die ene steek in draad B. Slaan 1 steekje aan de achterkant over. Ik sla een steek over. En is dit weer de eerste van 8 vaste. 2, 3, 4, 5, 6, 7. De laatste, dat is nummer 8. En we wisselen weer naar draad B. Hier 5 vaste, ieder vaste 1 vaste. 1, 2, 3, 4. Nummer 5, dus op die 5 steken haak je een vaste op elke steek. Dat zijn natuurlijk stokjes. Je haakt die vaste op stokjes. Zo. 5 vaste en je wisselt weer naar draad A. En dit hier, dit is je herhaling. Doe je nog 8 keer, de laatste herhaling heb je niet 5 stokjes, maar 4. Of 5, ik bedoel 5 vaste. Heb je geen 5 vaste, maar 4 vaste. Zo, nu zeg ik het goed. Dus dit stukje nog 8 keer. De laatste herhaling slechts 4 vaste hier in draad B. En dan ga je op de andere kant nog 7 vaste haken. Dus deze 7 horen ook aan de andere kant. Dan eindig je met 7 vaste in draad A. Voor rij 27 herhalen we rij
23. Dus dat is die achtergrondrij hier die we telkens gemaakt hebben in de stokjes. Dit ga je wel haken met de achterkant van je werk naar je toe. Dus met de achterkant naar je toe, je ziet hier zitten mijn uiteindes, dan werk je rij 23. Dus dat zijn al die stokjes. En dan van de voorkant ziet je werk er op dit moment zo uit. Herhaal rij 23 voor 27. Voor rij 28 gaan we rij 24 herhalen. Dus dat is die rij waar we hier de popcorns hebben gemaakt. Dat was rij 24. Dat doe je gewoon nu nog een keer. Dus je gaat nu weer van die popcorns haken. Met de goede kant naar je toe herhaal je rij 24. Voor rij 29 ga je weer rij 23 herhalen. Dus met de achterkant van je werk naar je toe, ga je zo'n rij stokjes haken van rij 23. En dan wanneer je van de voorkant kijkt, ziet het er zo uit. Heb je weer die achtergrondrij met stokjes gehaakt. Dus herhaal rij 23 nu voor rij 29. Rij 30. Voor rij 30 ga je rij 26 herhalen. Dus dat is hier een rij met vaste. En dan ga je dit relief dubbelstokje voorlangs haken. En dan weer vaste. Dus dit is rij 26. Die ga je nu herhalen. Als je aan het eind van rij 30 komt, mag je ook hier draad B, die mag je afknippen. Want de volgende rij gaan we een andere kleur pakken. Dus aan het eind van deze rij knip je kleur B af. En je herhaalt rij 26. Rij 31 ga je weer een rij stokjes haken, dus de voorkant van je werk. Je werkt dat weer met de achterkant naar je toe, dus dan werk je deze stokjes. En je gaat een nieuwe kleur aanhechten. Je ziet hier heb ik de nieuwe kleur aangehecht. Je gaat kleur F gebruiken voor rij 31. Dus je haakt met kleur A en kleur F de achterkant naar je toe, haak je een herhaling van rij 23. En dan ziet het er van de voorkant nu zo uit. Toer 32, met de goede kant naar je toe, ga je rij 24 herhalen. Dus dat is de rij met de dubbele popcorns. Dus aan het eind van deze rij heb je 3 stellen van die popcorns. Met de goede kant naar je toe herhaal je rij 24. Rij 33. Voor rij 33 ga je weer rij 23 herhalen en met de achterkant van je werk naar je toe. Dus met de achterkant herhaal je rij 23. Het enige verschil is natuurlijk dat je contrastkleur F gaat gebruiken. Dus ik heb hier kleur F gebruikt en niet de vorige kleur die je had. En ik ben hier ook aan het eind van een bol gekomen toevallig. Dus mijn kleur F is nu op. Dus ik ga hem in de volgende toer ga ik even weer. Ik heb nog één bol over. Ga ik kleur F weer aanhaken. Maar voor deze rij herhaal rij 23 met kleur F als contrastkleur. Rij 34. Voor rij 34 ga je met de goede kant van je werk naar je toe. Ga je rij 26 herhalen. Dat is de rij met al die vaste, waar je hier in het midden zo'n relief dubbelstokje voorlangs hebt. Dus rij 26. Herhaal die voor rij 34. Rij 35. Met de achterkant van je werk naar je toe gaan we rij 23 herhalen. Dus dat is die rij met die 17 stokjes daar in het midden. En dan van de voorkant ziet je werk er zo uit aan het eind van deze rij. Dit is de laatste keer dat we rij 23 herhalen. Rij 36. Voor deze rij ga je rij 26 herhalen. Dus met de goede kant naar je toe haak je die rij met de vaste. Hier zit relief, dubbelstokje voorlangs en al die vaste. Dus herhaal rij 26 met de goede kant naar je toe. Rij 37. Je hebt de achterkant naar je toe. En we beginnen met 2 lossen. Die tellen niet als een steek. De eerste 7 steken een stokje.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En nu wisselen we naar draad F. Draad F op je naald. Dan gaan we op de eerste 3 steken een stokje haken. En hier op de laatste steek 2 stokjes. Dus 1, 2. En bij die laatste steek wisselen we weer terug naar draad A. Zo. Nu beginnen we de herhaling. We beginnen met 2 stokjes samen haken op de eerste 2 steken, dan 13 stokjes en over de laatste 2 ook weer 2 stokjes samen haken. Dus 1 beentje en de volgende steek. Volgende beentje. 3 lussen op je naald. Allemaal eraf. Nu 13 stokjes, dan ben je ongeveer aan de andere kant. 2, dan ga door tot je er 13 hebt. 3, dat zijn 13 stokjes. Je hebt nu, als het goed is, nog 2 steken over. Voor deze 2 steken gaan we 2 stokjes samen haken. Dus 1. En hier is 2. En die wisselen we van kleur naar draad F. Op de eerste steek 2 stokjes. Op de laatste steek 2 stokjes. En hier die middelste 3, die krijgen allemaal 1 stokje. 2 stokjes op de eerste steek. 1 stokje op elke steek in het midden. 1. Dus 2. En 3. En de laatste steek. 2 stokjes. 1, 2, en dan wisselen we weer naar draad A. Zo. En dat is je herhaling. Dus vanaf die 2 stokjes samengehaakt hier, tot aan deze laatste 2 stokjes en 1 steek. Doe dit nog 7 keer, eigenlijk 7,5. Doe dit gewoon door de andere kant en dan als je aan de andere kant bent, dan doe je wat we hier aan het begin hebben gedaan gespiegeld. Ik praat je hier even nog een keer doorheen aan de andere kant. Even de laatste steken van rij 37. Als je de herhaling 7 keer gedaan hebt, ben je hier. Heb je net die laatste 2 stokjes in 1 steek gehaakt. Dan doe je eigenlijk weer het begin van de herhaling. Dat zijn de steken hier in kleur A. Dus dat is 2 stokjes samen gehaakt. 13 stokjes in kleur A en dan weer 2 stokjes samen haken. Dus dat is zeg maar 7,5 keer de herhaling. En dan hier die laatste steken, dit is een spiegeling van de andere kant. Dus je begint met 2 stokjes in 1 steek en dan 3 keer 1 stokje. En je wisselt naar draad A en je eindigt met 7 stokjes, hier die laatste 7 steken. Dus zeg maar herhaling 7,5 keer.
En dan eindig je deze laatste steek en gespiegelde versie van de andere kant. Rij 38, je hebt de goede kant naar je toe, je ziet hier de popcorn zitten. We beginnen met 1 losse. Je hebt de eerste 7 steken, haak je een vaste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En dan wisselen we naar draad F. Draad F. De volgende 5 steken, 1 vaste en kleur F. 1, 2, 3, 4. De laatste hier is 5. En we wisselen weer naar draad. Nu beginnen we de herhaling. In kleur A beginnen we met 7 vaste. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, nummer 7. En we wisselen dan van kleur naar draad F. Om het relief dubbelstokje hier haken we nog een relief dubbelstokje voorlangs. Dus 2 keer omslaan. Dus we gaan gewoon het steeltje hier nog een beetje langer maken. 2 keer afhalen. 2 keer afhalen. 2 lussen op je naald hebt, dan wisselen we weer terug naar draad A. Want we gaan echt alleen maar deze ene steek maken in draad F. Slaan 1 steekje over aan de achterkant. Dus daar sla ik 1 steek over. En de volgende steek is een vaste en dat is de eerste van 7. Dus 1, 2, 3. 4, 5, 6. Dit is nummer 7. En dan wisselen we weer terug naar draad F. Die is 7 steekjes in draad F, 1 vaste op ieder. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, nummer 7. En dan wisselen we weer naar draad A. Dit is je herhaling. Vanaf draad A daar tot hier deze laatste steek. Doe dit eigenlijk 8 keer. En op je laatste herhaling heb je niet 7 vaste, maar slechts 5. Maar dat zie je vanzelf als je aan de andere kant bent. Dus doe dit gewoon herhalen tot je aan de andere kant bent. En dan praat ik je even door die laatste steken hier. Maar dat is eigenlijk een spiegeling van wat we hier nu gedaan hebben. Dus nog even voor het einde van de toer. Je ziet, je hebt hier die laatste herhaling gedaan. Dus je hebt bij je 8e herhaling eindig je dus met 5 vaste in plaats van 7, want je hebt hier maar 5 steken, want daar had je 7 steken. Dan wissel je naar kleur A en dan eindig je deze rij door 7 vaste te haken op de laatste steken. Rij 39, de achterkant van je werk naar je toe. We beginnen met 2 lossen. Eerste 7 steken. Een stokje. 1,
2, 3, 4, 5, 6, hier de laatste, nummer 7. En nu wisselen we ook naar draad F. We gaan op de eerste 4 steken een stokje haken en op de laatste 2. 4 keer 1 stokje. 1, 2, 3, 4 stokjes. De laatste steek 2. 1, 2. En dan wisselen we weer terug naar kleur A. Zo. Nu beginnen we de herhaling. De eerste 2 stokken, eerste 2 steekjes, 2 stokjes samen haken. Ook op de laatste 2. Tussenin heb je er 11, 1 stokje op ieder steek. We beginnen met 2 stokjes samen haken over de eerste 2 steken. En afhalen. 11 stokjes, dan kom je ongeveer hier. Dus dit is zeer vergelijkbaar met 2 toeren terug, het zijn gewoon minder steken. 1, 2, je gaat door tot je er 11 hebt. Dus 3, 11 stokjes. Je hebt nu nog 2 steken over. Hier ga je weer 2 stokjes samen haken. En 2. En die halen we er af. En kleur F. We beginnen op de eerste steek met 2 stokjes en de laatste ook 2. En middenin heb je 5 steken, 1 stokje op elke steek. 1, 2 stokjes op de eerste steek. 5 stokjes in het midden. 1. Dus op elke steek 1 stokje. 2. 3. 4. Nummer 5. En op de laatste steek 2 stokjes. 1, 2 en eraf halen, wisselen naar kleur A. Dit is je herhaling. Vanaf het eerste steekje van kleur A die 2 stokjes samen raakt tot deze laatste 2 stokjes. Doe dit nog 7 keer. En de laatste, het einde is weer een spiegeling van wat we zojuist gedaan hebben. Maar ik praat je daar nog even doorheen. Dus even aan de andere kant van deze rij. Als je de herhaling 7 keer gedaan hebt, ben je hier. Dan wissel je naar draad A en doe je weer de steken in draad A. Dus 2 stokjes samen geraakt, 11 stokjes en 2 stokjes samen geraakt. Dan heb je nog je laatste steken en dit is een herhaling. Eigenlijk gespiegeld van de beginsteken. Dus je begint met 2 stokjes en 1 steek en kleur F. Dan 4 stokjes en je eindigt met 7 stokjes en draad A. Dus dit is een gespiegeld van het eerste stuk. Dus dit zijn jouw laatste steken en dan kun je weer keren voor de volgende toer.
rij 40, bijna klaar met het paneel, niet lang meer te gaan. Je hebt nu de goede kant naar je toe. En we beginnen met 1 losse. En op de eerste 7 steken en vaste. Dus dit is eigenlijk telkens hetzelfde hier. Omdat je die rechterhand hebt. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En bij nummer 7 wisselen we naar draad F. De volgende 6 steken, hier in kleur F, haken we een vaste. Dus nummer 6, dan wisselen we weer terug naar draad A. Nu begint ook de herhaling. We beginnen met 6 vaste in kleur A. Dus 1, 2, 3, 4, 5. Nummer 6. Dan wisselen we weer naar draad F. Relief dubbelstokje voorlangs om deze van 2 toeren terug. Dus weer het steeltje gewoon wat langer maken. En weer alleen deze ene steek. Dus we wisselen weer gelijk terug naar draad A. Slaan 1 steekje over aan de achterkant. Ik zal het even goed kijken. 1, 2, 3, 4, 5. En hier is de laatste. Dus nummer 6. Dan wisselen we zo, naar draad F. Je hebt hier 9 steken, 1 vaste op ieder steek in kleur F. 2, 3, 4, 5. Laatste hier 9. We wisselen terug naar draad A. Fantastische herhaling. Doe dit nog 8 keer eigenlijk. Tot aan de andere kant. En bij die laatste herhaling heb je dan minder steken. Maar daar praat ik je zo wel doorheen. Dus herhaal dit eigenlijk tot de andere kant. De laatste steken van toer 40. Als je de herhaling nummer 8 zeg maar bezig bent. Heb je hier jouw steken in kleur A. Je wisselt naar jouw contrastdraad. Dat is kleur F. Je werkt 6 vaste in kleur F. Je wisselt weer terug naar draad A. En dan eindig je met 7 vaste hier tot op het einde. Rij 41. De achterkant naar je toe. En we beginnen met 2 lossen. De eerste 7 steken en stokje. Dat is eigenlijk iedere keer hier bij het paneel die 7 steken. 2. Dat is gewoon jouw randje is. 3. 4. 5. 6. En nummer 7. En dan gaan we nu wisselen naar draad
F. Ja, dat is draad F. We haken 5 stokjes en op de laatste steek, op de 6e steek, haken we er 2. Dus we beginnen met 5 stokjes. Dus 1, 2, 3, 4, 5. Dus 5 stokjes, 1 op elke steek. Je hebt hier nog 1 steekje over, daar haak je 2 stokjes in. In dat ene steekje. 1, 2, en dan wissel je weer terug naar draad A. En nu gaan we ook de herhaling beginnen. Over de eerste 2 steken en de laatste 2 steken zijn 2 stokjes samengehaakt. En tussenin zijn het er 9 stokjes. Die gaan we gewoon haken. Dus 1, 2, 2 stokjes samengehaakt. Gevolgd door 9 stokjes. En dan ben je eigenlijk aan de andere kant en dan haak je weer 2 stokjes samen. 2, 3. En eigenlijk is ons paneel ook al bijna klaar. We hebben nog maar 2 rijen over hierna. En dan is eigenlijk de deken ook al bijna klaar. Je hebt alleen nog de rand. We zijn zo langzaam maar zeker richting het einde van Rosetta aankomen. Het eind is nu echt langzamerhand in zicht. Het is altijd weer een mooi moment, maar ook, ook wel weer een verdrietig moment als een project klaar is. Dus een beetje wisselend vind ik altijd. Ik ben altijd heel blij als het iets mooi is en het af is. Maar ook altijd weer een beetje verdrietig. Ik denk van ja, het is toch weer klaar. Je hebt nog 2 steekjes over. Die laatste 2... weer 2 stokjes samen haken. En we wisselen naar kleur F. Voor kleur F ga je op de eerste steek hier 2 stokjes haken, dan 7 stokjes en op de laatste steek ook weer 2 stokjes. Twee stokjes op de eerste steek. En dan haken we er 7. Dus dat is gewoon dat het stukje hier tussenin. Dat zijn eigenlijk de pijlers van het glas en loodraam. 3. En die voet van die pijler wordt natuurlijk steeds breder. 4. 5. Nummer 7. Nog 1 steekje over die nog niet gewerkt is hier in kleur F. Daar haak je 2 stokjes op. Dus 1. 2. Bij nummer 2 wisselen we weer naar draad A. Zo. Draad A. Ja. En dit is jouw hele herhaling. Dus hier met de eerste 2 stokjes samengehaakt tot deze laatste steek. Doe dit nog 7,5 keer ongeveer, 8 keer, tot je aan de andere kant bent. En de andere kant is dan weer een gespiegelde versie van deze eerste steek hier. Maar dat laat ik je zo nog even zien, daar praat ik je even doorheen. Rij 41, het einde van rij 41. Als je herhaling 7 keer gedaan hebt, ben je hier. Moet je die steken in draad A nog een keer maken. Dus dat is 2 stokjes samengehaakt, 9 stokjes en 2 stokjes samen. En dan kom je hier bij het stukje dat het gespiegeld is van het begin. Dus je werkt 2 stokjes in 1 steek. Dan 5 stokjes, dat zijn deze 5. En je eindigt hier met 7 stokjes in kleur A. Rij 42. 1 losse.
En we beginnen met de 7 vaste. 1 op elk van de eerste steken. Dus 2, 3, 4, 5, 6. Hier is nummer 7. En dan wisselen we naar draad F. Je hebt hier 7 steekjes in kleur F. 1 vaste op elke steek. Dus 2, 3, 4, 5, 6. De laatste is nummer 7 en dan wisselen we weer terug naar kleur A. Nu beginnen we de herhaling. 5 vaste. 1, 2, 3, 4. Dat is nummer 5. Je wisselt weer naar draad F. 1 relief dubbelstokje voorlangs om deze steekje 2 toeren terug. 1, 2 en je wisselt naar draad A. Sla 1 steekje aan de achterkant over. Sla 1 steekje over. En weer 5 vaste. 2, 3, 4. En dit is nummer 5. En wissel terug naar draad F. Hier hebben we 11 steken. Je haakt op elke steek 1 vaste in kleur. En als je deze 11 hebt gedaan, ben je aan het eind van de eerste herhaling. En dat ga je dan blijven doen tot je aan de andere kant bent. Als je aan de andere kant bent, straks mag je ook draad F afknippen. Om het de laatste rij van het paneel doen we alleen met kleur A. Ik ben bijna klaar. Nog 1 steekje over. En op die laatste steek, die laatste vaste. En wissel naar kleur A. Dat is de herhaling. Deze steken. Dit ga je nu doen tot je aan de andere kant bent. Dus van hier vanaf die vaste in kleur A tot die laatste vaste daar in kleur F. Doe dit eigenlijk nog 8 keer. Op de laatste herhaling heb je geen 11 steken, maar slechts 7. Dat is eigenlijk net zoals hier. En je eindigt dan met 7 vaste in kleur A. Ik laat je dit nog even zien als je aan de andere kant bent. Maar herhaal dit dus nog 7,5 à 8 keer. We het eind van de rij. Als je herhaling 7 keer gedaan hebt, ben je hier. Je 8e herhaling zijn 5 vaste. Relief dubbel stokje, 5 vaste. En hier komt gewoon eigenlijk het enige verschil. Je hebt hier geen 11 vaste, maar 7. En je eindigt met 7 steken in kleur A, 7 vaste in kleur A. Als je aan het eind van deze rij bent, mag je kleur F, die draad hierachter, die mag je het afknippen. Die hebben we niet meer nodig in de volgende rij. Rij 43. Je hebt de achterkant naar je toe. We beginnen met 2 lossen. En we gaan nu 107 stokjes haken. 107. Het eerste is op de eerste steek. Dus 2. Je haakt dus nu ook alleen een kleur A. Je neemt geen kleur mee deze rij. Dus alleen kleur A. Dan werk je 107 stokjes. Ik ga ook een sprong in de video maken. Met 107 ben je halverwege. Ik heb er nu 8 gemaakt. Dus ga even zo door tot je er 107 hebt. Ik heb 107 stokjes gehaakt hier. Dit is mijn nummer 107ste steek.
De volgende steek is het relief dubbelstokje voorlangs. Deze zit precies in het midden van je paneel. In die steek gaan we nu 2 stokjes haken. 1 en 2. Dus 2 stokjes in die ene steek. En nu gaan we door en haken op de volgende steken een stokje op elke steek. Dat zijn er 107. En dat zou je dan ook precies tot aan het eind van deze rij moeten brengen. Dus haak een 107 steekjes tot het stokjes tot het einde van deze rij. En wanneer je helemaal klaar bent, ziet je paneel er zo uit. Dus na jouw 107 steken, belangrijk, laat draad A nog even zitten. Die gaan we volgende week mee verder voor de rand. Dus dit is het paneel die we nu gehaakt hebben. Brengt ons aan het eind van deel 10. Ik hoop je volgende week terug te zien voor het laatste deel van Rosetta.